rette Seil, dat is de Liefde, de Heilige Geest, de Mast. Het Anker fällt der Rede, nu is het Schip an Land. Het Wort is Vlees geworden, Gods Sohn reikt uns de Hand. In deze kerkdienst zijn we op afstand bij elkaar om samen de vierde zondag van Advent te vieren. Als je naar de Adventskrans kijkt, kun je het zien. Er zijn vier kaarsen die het licht verspreiden. Dat licht, dat delen we met elkaar. Al fluisterend geven we het aan elkaar door. Nog even, nog even. En dan wordt het kerst. Maar ja, in deze tijd denken we ook, hoe ziet dat er dan uit, dat kerstfeest van ons? In deze tijd. Voor ons, voor wie de buitenwereld soms vreemd is geworden en gevaarlijk, vanwege de pandemie waar we al maanden mee te maken hebben. Voor ons, omdat we voorzichtig zijn geworden met contact met andere mensen dicht in de buurt. Wat doet dat met ons van binnen? En daarom zoeken onze ogen in deze viering de glans van het licht. Van het licht van de vier kaarsen van Advent. En heb je dat licht van de vijf kaarsen van de kerken van Terschelling al gezien? In dat licht zijn we verbonden met elkaar. Zijn we, hoewel op afstand, dicht bij elkaar. In dat licht zien wij het licht van Christus. En proberen we het te zien, nu al. Dat licht wordt met Kerstmis geboren. In deze viering, deze Adventsviering, gaan we mee met Maria, zijn moeder. En we vragen ons af, hoe gaat het met haar? Wat maakt ze mee? Wat overkomt Maria allemaal? En wat doet ze met alles wat er gebeurt? Hoe blijft ze staande? Dus, ga je ook mee? Onderweg naar Kerstmis? Welkom, welkom in de viering van de vierde Advent in Midsland op Terschelling. Ons vertrouwen richt zich op de Eeuwige, onze God. Elkaar begroeten we in de naam van de Eeuwige. Ons hele bestaan wordt omarmd door uw liefde. Samen groeten wij uw nabijheid. Goede God, onze voeten zoeken de aarde, onze ogen reiken naar licht. Hoe donkerder de dag, hoe meer ons verlangen groeit naar licht en naar warmte. Hoe langer de nacht, hoe sterker we hopen op nieuw elan. Wij danken u. Heft op uw hoofd en poten wijd, wie is het die? Gepriesen sei der Heer.
De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. Toen Elisabeth 6 maanden zwanger was, werd de engel Gabriël van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: Verheugt u, de Heer is met u. Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, ge zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en gij moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken, en hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob, en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria echter sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs uw bloedverwante Elisabeth in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen, en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar 6e maand. Want voor God is niets onmogelijk. Nu, zei Maria, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Woord van de Heer. Angel Gabriel from heaven came, his wings as drifted snow, his eyes as flame. All hail, said he, thou lowly maiden Mary, most highly favored lady, Gloria. For Noah, blessed mother, thou shalt be, all generations, Lord, and honor thee. Thy son shall be Emmanuel, by seers foretold, most highly favored lady, Gloria. Then gentle Mary meekly bowed her head. To me be as it pleaseth God, she said. My soul shall laud and magnify his holy name, most highly favored lady, Gloria. Gloria, 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 most highly favored lady, Gloria. Of her Emmanuel the Christ was born, on Bethlehem all on a Christmas morn, and Christian folk throughout the world will ever say, most highly favored lady, Gloria, 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 most highly favored lady, Gloria. Veel mensen hebben in hun huis een plek ingericht waar ze zich terug kunnen trekken. Bijvoorbeeld om te mediteren of om te lezen in hun Bijbel
of om te bidden. Of waar ze een kaarsje aan kunnen steken. Een kaarsje aansteken is eigenlijk bidden met je handen. Zo'n plek kan bij een Mariabeeldje zijn of bij een beeld van Jezus. Of ook wel bij een foto van een dierbare overledene. Op die plek wordt ruimte vrijgehouden voor iets anders. Zo'n plek hoeft helemaal niet afgeschermd te zijn van de rest van de kamer. Die plek is daar gewoon. Eigenlijk is dat een heilige plek te midden van het gewone leven van alle dag. Op zo'n plek zijn we ons ervan bewust dat er meer is dan deze werkelijkheid. We ervaren dat we gehoord worden en gezien, want we hebben het gevoel dat degene bij wie of voor wie een kaarsje aangestoken wordt, dat ook weet, terwijl die niet lijfelijk aanwezig is in de kamer. In deze tijd kan zo'n plek zelfs voor de televisie of de computer zijn, als we de vieringen volgen. Kan dat zomaar? Mag je zomaar als gewone man of vrouw een heilige plek inrichten? Moet je daarvoor niet een dominee, een priester of een bisschop laten komen om die plek te wijden? Dat doen we in de Rooms-Katholieke Kerk met kerken en kapellen. Daar is een speciale ceremonie voor nodig. Een kerk of een kapel wordt gewijd door de bisschop, met olie, met kaarsen en met gebed. Ook deze kerk is destijds gewijd. Als het goed is, worden die wijdingskruisjes in de kerken gemarkeerd door kaarsen. Nou, hier zijn het die 12 ramen achter ons. 12 stuks als symbool voor de 12 apostelen waarop Christus zijn kerk heeft gegrondvest. Iets wat gewijd is, kan niet meer overal voor gebruikt worden. Wijden is eigenlijk apart houden voor bijzonder gebruik. Onze huizen zijn geen gewijde ruimte, maar ze kunnen wel geheiligde ruimte zijn. Dat geldt voor elke mogelijke plaats. Als op een plaats heel veel gebeden wordt, dan gebeurt daar iets. Zo ontstaan bedevaartsplaatsen eigenlijk ook. Soms gaan mensen naar een speciale plek om daar te bidden. En dan kan het zijn dat er zoveel mensen komen, kaarsen worden aangestoken en gebeden gezegd, dat die plek alleen daardoor al doordrenkt is van de gebeden en heel bijzonder is. Denk maar eens aan de klaagmuur in Jeruzalem. Die muur zit gewoon aan een druk plein in het centrum van de stad. Ooit was het de buitenmuur van de tempel, maar nu natuurlijk al heel lang niet meer. En toch is het een heilige plek, want daar wordt doorlopend gebeden door Joden en door christenen. We ervaren dat ook met oude kerken. De gebeden van eeuwenlang zijn daar bijna tastbaar. We kunnen onze huizen ook heiligen. Steeds vaker worden huizen ook weer gezegend als mensen er pas zijn komen wonen of als ze helemaal te stoel en te bank zijn, zoals we dat in het Fries zeggen. Dan rondt zo'n zegen ook een periode van onrust af. Na alle hectiek van verhuizen is er dan ruimte en tijd voor God. Vragen we God als het ware ons gewone dagelijkse leven te komen delen in ons eigen huis. En dat is heel goed.
Uit het Oude Testament kunnen we opmaken dat God zelfs geen bezwaar heeft tegen een tent als woonruimte. Een tent is een verplaatsbare tijdelijke woonruimte. Nou was die tent voor God geen gewone tent, hoor. De plek die het volk Israël voor God had ingeruimd was heel mooi, rijkelijk voorzien van goud. Het was wel iets bijzonders. Er werd regelmatig een eredienst gehouden, ook dat weten we uit de Bijbel. De eeuwige heeft eigenlijk geen speciaal gebouw nodig. Het kan ook in de open lucht, hè? Denk maar aan de hagepreken van eeuwen geleden en aan de openluchtvieringen in onze tijd. Dus God zoekt zich niet speciaal een gewijde kerk of kapel als woonruimte. In de evangelielezing van vandaag hoorden we dat God zich een heel bijzondere verblijfplaats kiest. God kiest in Jezus Christus een mens als tijdelijke verblijfplaats. Hij neemt 9 maanden lang zijn verblijf in Maria. En dat is niet zomaar wat. Dat betekent dat God een wel heel verplaatsbare en ook nog eens kwetsbare plek kiest. Het lichaam van Maria werd een tempel voor God. Maria stelde zich open voor God. Ze stelde zich helemaal beschikbaar. Haar lichaam als tempel van God, haar leven als lofzang. Dat kunnen wij tot op zekere hoogte ook doen. Natuurlijk worden wij niet letterlijk zwanger van de Heilige Geest. Dat is voor sommigen van ons al helemaal niet mogelijk en voor anderen te laat. Maar daarom kunnen wij nog wel een woonplaats voor God zijn. Ook wij kunnen ons overgeven aan de liefde van God. Immers, ons hart kan een tabernakel voor God zijn, een heilige plek, een plek waar God kan wonen. God kan altijd bij ons zijn, als wij maar ruimte maken voor Hem. Als we af en toe tijd vrijmaken om stil te zijn en in onszelf te kijken. Dat kan overal en altijd. Op de fiets, terwijl we wandelen of op de bus staan te wachten, in de kerk of in ons huis. God is er altijd. Laten we ons overgeven aan die liefde van God en een plaats voor Hem vrijmaken. Misschien minder ingrijpend als Maria, maar toch, we kunnen haar wel als voorbeeld nemen. Zoals beschreven wordt in een eigentijds Wees gegroet, waarvan de schrijver mij onbekend is. Wees gegroet, Maria, vrouw van alle tijden, moeder van alle moeders, draagster van Jezus, vruchtbare vrouw in alle betekenissen van het woord. Gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus, die ons de weg toont, ook vandaag. Die ons, zoals gij, ja doet zeggen op de wereld anders, op vrede en gerechtigheid. Wees een steun voor allen die gebukt gaan onder zorgen, pijn en verdriet. Bemoeder en bemoedig ons in moeilijke dagen. Bid met ons en voor ons tot de God van alle leven, in wie wij geloven, op wie wij hopen, voor nu en altijd. Dat het zo mag zijn.
Hede, haar Licht verschijnt, haar Ster hat ab. Komm, Heiland, Sadreichs Kron, Herr Jesus, Vaters Sohn, singt Hosanna, kommt alle Malte, Breiloftsaal, Wahei uns ruft an Abendmahl. Lad uns Güte, Ehre singen, mit allen, die Hütron am Ringen, in Chor von Menschen, Englen stemmen. Parlen sein der Porten buchen, die niederdallen alten Hochen, het Himmel zu Jerusalem. Kein Och heeft ooit begroet, kein Hart heeft ooit vermoed, zulken Früchte. So juichen wij in Rumen blij, de glorie van uw heerschappij. Zullen wij met elkaar danken en bidden? Goede God, zo worden wij stil bij het kwetsbare, sterke licht van vier kaarsen. Nog even, en wij vieren midden in onze tijd die bol staat van onzekerheden, midden in een lockdown, het licht van geboorte en nieuw begin, de komst van uw Zoon. In Maria, zijn moeder, worden wij gegroet, zijn wij in uw naam met elkaar verbonden. Midden in onze tijd horen wij de woorden van de engel Gabriël om niet bang te zijn. Al wist Maria ook niet wat haar te wachten stond en wachtte haar die lockdown. Maar wat mooi om te horen dat dan toch je hart een open huis kan zijn om te verblijven. God, u zij dank daarvoor. Wij geloven dat uw woord zal geschieden, ook in onze tijd. Daarom bidden wij, laat lichten over ons uw aangezicht. God, we zijn allemaal van goede wil en toch ontglipt het goede ons telkens weer. In een blik een woord verkeerd gezegd of gezwegen. God, en soms zijn we cynisch om wat we horen en zien. Wij bidden u, laat wat wij zeggen, doen, uitstralen, ook echt zijn. Daarom bidden wij, laat lichten over ons uw aangezicht. Want licht bent u voor ons, o God, maar wij tasten in het duister. Kom naar ons toe, verhelder ons leven. God van alle leven, u hebt door Maria in ons mensen het verlangen gezaaid naar een toekomst vol beloften. Naar die toekomst zijn wij op weg. Mogen wij ons in uw beloften verheugen. Zoals Maria dat deed samen met Elisabeth, de moeders die in elkaar dat open hart, dat open huis herkenden, in hoe u met ons, met mij bezig wilt zijn. Maria die naar hartelust vanuit haar open hart zong over hoe u het opneemt voor kleinen en geringen, voor eenvoudigen, voor wie hongeren, voor wie op de vlucht zijn, dat lege handen en harten gevuld worden. God, u weet het wanneer mensen gekleineerd worden. U kent ook de momenten waarop wij onszelf zo ontzettend klein voelen. God, laat mensen steeds kracht, uw kracht ervaren, als ondersteuning in hun eigen kwetsbaarheid en kleinheid, als weerstand tegen overheersingsdrang. God, kom naar ons toe met uw geest van wijsheid en inzicht. Met uw geest van beleid en sterkte. Kom naar ons toe met uw geest van kennis en eerbied. Met uw geest die trouw en gerechtigheid leert. Uw geest die openheid en ontvankelijkheid in onze huizen wilt bereiden.
in de tekenen van geloof, hoop en liefde, op welke plaats ook maar. Zo bidden wij u door Jezus, uw Zoon, die ons uw liefde heeft voorgeleefd, voor altijd, waarover zijn moeder direct aan dit allereerste en prilste begin vol verwachting zong: mijn ziel maakt groot de Heer. Mogen dat zo zijn. Amen. Magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat. Mein Ziel preist den Lofte Heer. Mein Herz jaucht Gott, mein Retter. Er heeft auch gehad voor mij zijn minste Dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht. Voor al wie hem vereert. Magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat. Er toont zijn macht in de kracht van zijn arm. En drijft uit een wie zich verheven wanen. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat. Laat de goedheid van de Eeuwige je dragen. Zegen ons met uw liefde die alles nieuw maakt. Zegen ons met blijdschap die ons verlangen richt. Zegen ons met uw licht dat over onze levensweg straalt. Herschep ons hart en schenk ons vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. En Maria, wat droeg Maria onder het hart? Kyrie eleison, een klein lief kindje zonder smart, dat droeg Maria onder het hart. Jezus en Maria.
het kindje werd.